Welkom, beste jongens en meisjes van de Giro, beste gelovigen hier in de kerk. Wij zijn hier welkom aan de tafel van de Heer. En dit in de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Luisteren we nu naar de verwelkoming door een van de Giro-leiding. Laten wij beginnen met u allemaal te verwelkomen op ons Girofeest. Ouders, oud-leiding, kookploeg, volwassen begeleiding, leden, leiding en andere Giro-sympathisanten. Dank u wel dat jullie vandaag tijd maken om samen met ons te feesten en te bezinnen. Om datgene te vieren wat ons allemaal verbindt. Giro. Sommigen vragen zich misschien af waarom we vandaag in de kerk vieren. Enerzijds is het logisch. De Giro is immers ontstaan vanuit de katholieke kerk en ondanks onze grote zelfstandigheid vinden we deze oorsprong nog steeds terug, onder andere in ons Giro-logo. Anderzijds lijkt het mij de ideale plek om onze normen en waarden met de wereld te delen. Normen en waarden die algemeen zijn en toch nauw samenhangen met onze oorsprong en werking. Openheid, eerlijkheid, gelijkheid, integriteit, barmhartigheid en liefde. Ook deze waarden willen we vandaag vieren en uitdragen. Op een feestdag komen we samen om verhalen te vertellen over hoe het met ons gaat, over waar we spijt van hebben en waar we van dromen. Soms een verhaal over vroeger of van elders. Verhalen die ons allen verbinden. Verhalen die doorverteld worden. Verhalen die ons maken tot wie we zijn. Ervaringen, herinneringen, emoties die we nog heel ons leven met ons meedragen. Want dat is Giro. Een stuk van jezelf. Een stuk dat je mee heeft gevormd tot wie je bent. En Giro Puurs, dat is puur Giro. Vragen we nu eerst om vergeving. Onze intenties leggen wij op het altaar van de Heer. Mogen hij ons ook barmhartig zijn. Als het feest is, is kijk ik soms alleen maar naar de cadeautjes en al het lekkers dat er voor me klaarstaat. Zo durf ik de lieve mensen op het feest wel eens vergeten. Daar heb ik nu spijt van. Tot 7 × 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot 7 × 70 maal de Heer heeft met mij op geduld. Soms ben ik niet zo vriendelijk en sluit ik mensen uit. Ik besef dan niet dat Giro pas een feest is als iedereen zich goed voelt op zondag. Daar heb ik nu spijt van. Tot 7 × 70 maal vergeef de Heer mijn geduld. Tot 7 × 70 maal de Heer heeft het mij op geduld. Vorige zondag heb ik het uitgegaan en ik luisterde niet naar de leiding, waardoor de hele groep gestraft werd. Daar heb ik nu spijt van. Tot 7 × 70 maal vergeef ik mijn tellende schuld. Tot 7 × 70 maal de Heer heeft met mij opgeduld. Als ik een spel niet leuk vind, zeur ik liever de hele tijd in plaats van eerst te kijken hoe het spel eigenlijk in zijn werk gaat. Dat is niet leuk voor mijn medeleden en zeker niet voor onze leider. Daar heb ik nu spijt van. Tot 7 × 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot 7 × 70 maal de Heer heeft met mij opgeduld. In de Giro organiseren we veel extra activiteiten, zoals een Girofeest. Dit vergt veel energie en tijd.
Soms durf ik te veel rekenen op de anderen van de leiding. En daar heb ik nu spijt van. Tot 7 × 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot 7 × 70 maal de Heer heeft met mij opgeduld. Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Eer aan God in den hoge. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Gij alleen de Heer. In de heerlijkheid van God de Vader. Bidden. God, in Jezus hebt gij ons uw bekommernis geopenbaard voor de zwaksten onder de mensen. Doe ons daarin van harte delen. Leg uw liefde in ons neer, omdat wij daarvan vervuld ons hart laten spreken en in aandacht en zorg, in gastvrijheid en vergevingsgezindheid, in breken en delen. Wij vragen het u door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. In de eerste lezing zegt de profeet Ezekiel dat God omziet naar zijn volk als een goede herder. In de tweede lezing zegt apostel Paulus dat door Christus de opstanding van de doden is gekomen. In het evangelie horen we hoe Christus als koning alle mensen zal oordelen. Laten we nu met de stem van ons hart luisteren naar Gods boodschap. Eerste lezing. Lezing uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt de Heer uw God. Ik ga zelf omzien naar mijn schapen en er zorg voor dragen. Zoals een herder zijn schapen weer bijeenbrengt als ze uiteengeraakt zijn. Zo zal ik omzien naar mijn schapen. Hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel, ik breng ze in veiligheid. Ik zal voor mijn kudde zorgen en erop letten dat niemand of niets hun rust verstoort. Ik zal aandacht hebben voor elk schaap van de kudde. Loopt er een schaap verloren? Ik ga het zoeken. Valt de kudde uiteen? Ik breng ze weer samen. Geraakt een dier gewond? Ik zal het verzorgen. Is er een schaap dat zwak is en niet goed mee kan? Ik zal het dragen zolang het nodig is. En ook op de gezonde en sterke dieren zal ik letten. Ik zal ze alles wat ze nodig hebben in overvloed geven. Dit zegt de Heer tot u.
die zijn kudde zijt. Ik zal iedereen tot zijn recht laten komen. Tot zover deze lezing. Als tussenzang nemen we lied nummer 506. Mijn herder zijt gij, o mijn Heer. 506. Tweede lezing. Lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broers en zusters, Christus is verrezen uit de dood, als eerste van velen die ontslapen zijn. Door een mens kwam de dood in de wereld. Zo komt ook door een mens de opstanding uit de dood. In navolging van Adam moeten alle mensen sterven. Als volgelingen van Christus zullen alle herleven. Maar iedereen op zijn beurt. Als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst allen die in Christus geloven. Daarna komt het einde. Maar Christus zal zo lang koning zijn, tot hij al de vijanden van zijn rijk heeft vernietigd. En de laatste vijand is de dood. Dan zal hij het koningschap aan God de Vader overdragen. Zo zal God alles in allen zijn. Tot zover deze tweede lezing. Laten we nu opstaan voor het Alleluia-vers. Heer zij met u. Ik lees jullie uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Lof zij u, Christus. In die tijd sprak Jezus. Eens komt de mensenzoon terug in heerlijkheid, vergezeld van alle engelen. En dan zal hij met pracht en praal plaatsnemen op zijn troon. Alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden. En dan zal hij ze in twee groepen scheiden. De ene rechts en de andere links, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. En tot die aan zijn rechterhand zal de koning zeggen, kom, want de zegen van mijn vader rust op u.
Neem bezit van het koninkrijk dat hij vanaf de schepping van de wereld voor u heeft bereid. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt voor mij gezorgd. Ik zat in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Dan zullen de goede mensen antwoorden: Heer, hebben wij u ooit hongerig of dorstig gezien? Hoe hebben wij u dan te eten of te drinken gegeven? Wij hebben u nooit gezien als een vreemdeling of naakt. Hoe hebben wij u opgenomen en gekleed? Wij hebben nooit gezien dat gij ziek waart of in de gevangenis. Hoe hebben wij u dan kunnen bezoeken? En dan zal de koning hun ten antwoord geven: Luister goed naar wat ik zeg. Al wat gij gedaan hebt voor een van de minste van mijn broers, hebt ge voor mij gedaan. En daarna zal hij zich richten tot die aan zijn linkerhand en zeggen: Ga weg van mij, want gij hebt u de vloek van God op de hals gehaald. Weg naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn trawanten. Want ik had honger en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ik was ziek en gij hebt niet voor mij gezorgd. Ik zat in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. En dan zullen ze hem vragen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? Dan zal de koning u antwoorden: Luistert goed naar wat ik zeg. Al wat gij niet gedaan hebt voor een van de minste van mijn broers, hebt gij ook voor mij niet gedaan. En Jezus besloot zijn verhaal met de woorden: Deze laatste zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de goede mensen zullen het eeuwige leven binnengaan. Woord van de Heer. Christus koning. Eerlijk gezegd, vinden jullie dan ook niet zo een bizar verhaal dat we daarnet gehoord hebben? Christus koning. Een koning. Allee, aan wat denkt je dan? Een koning. Aan wat denkt je dan? Aan Filip? Denk je aan Filip? Of aan die koning in Spanje daar? Ja? Aan wie denk je? Aan Filip, denkt hij. En wat heeft Filip? Filip? Jawel. Ah, de eerste keer dat je dat doet. Maar dat moet ooit eens de eerste keer zijn, hè? Allee, een koning. Wat heeft hij allemaal? Een kasteel, ja. Wat heeft hij nog? Een vrouw, ja. Voilà. Ja, wat heeft hij nog, een koning? Een kroon. Ja, wat heeft ze nog? Kleren. Kleren, absoluut. En mooie kleren. En ook nog een paard. Een paard. Zou dat niet eerder Sinterklaas zijn, dat een paard heeft? Ja. Allee. Schoenen. Een ridderpaard, ja. Ja, en nu gaan we stoppen, hè, want hè, anders gaan we niet buiten krijgen. Een staf. Een staf, ja. Dat heeft allemaal een koning.
Dat heeft allemaal een koning, die heeft ook een land. Ja? En wat is het land van koning Filip? België is het land van koning Filip. Hè? Ja? En die heeft ministers, die heeft een regering, die heeft een leger, die heeft soldaten. En Christus, we zeggen dat dat ook de koning is. Heeft hij dat allemaal? Heeft hij een regering? Heeft hij ministers? Heeft hij een land? Ja? Welk land heeft Christus? Ja? Dat weet je niet. Welk land heeft Christus? Ja? Weet je dat? België, ja, daar is daar een stukje van, ja? Ja? Christus heeft geen land. Christus heeft wel een volk. Heeft mensen. En die mensen, die wonen niet alleen in België. Die wonen over heel de wereld. En wat is er nu zo typisch aan die mensen, aan dat volk van Christus? Binnen enkele weken gaan we dat opnieuw vieren, want dan wordt het kerstmis. En dan zeggen we, vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Dat zijn de eigenschappen van een christen. Mensen van goede wil, die het goede willen doen in het leven. En dan ga ik zo een beetje terug naar dat verhaal van daarnet, waar dat, hij terug gaat komen op het einde der tijden staat er geschreven. En dan komt hij terug als een rechter. En dan staat er wel iets heel bijzonders geschreven. Er staat niet geschreven dat hij gaat terugkomen als een rechter die dat de wet gaat openslaan, het grote wetboek gaat openslaan en gaat zien, wat heb je nu allemaal verkeerd gedaan in uw leven? Dat gaat hij niet doen. Hij gaat naar iets anders kijken. Hij gaat u één vraag stellen. Wat heb je met de liefde gedaan? Dat is de vraag dat hij u gaat stellen. En in het evangelie staat dat vermeld, in dat verhaal van daarnet staat dat vermeld als zijnde, wat heb je gedaan voor de mensen die ziek zijn? Wat heb je gedaan voor de vreemdelingen? Ja? Wat wil jij nog zeggen? Verzorgen. Voilà, verzorgen. De mensen die ziek zijn, die moeten wij verzorgen. Christenen doen dat. Wat heb je gedaan voor die vreemdeling? Die jongen of dat meisje met een andere kleur. Wat heb je daarvoor gedaan? Dat gaat hij u allemaal vragen. Mag ik nu nog eens iets vragen aan jullie? Jullie zijn een christelijke beweging. Hebben jullie leden die moslim zijn? Jullie hebben leden die moslim zijn. Ja, vertel er eens iets over. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? Die zijn gelijke, ja. Daar mag je geen onderscheid in maken, natuurlijk ook niet. Daar mag je geen onderscheid. Wat doe je als die vragen om hun hoofddoek op te houden? Als dat verplicht is, dan moet dat kunnen. Mooi. Wat doe je als die vragen... Ja, ik ga het een beetje cru stellen. Als je nu iemand in je groep hebt die allergisch is voor een bepaalde voedingsstof op kamp, wat doe je dan? Ja? Dat is een aangepaste recept voor bijvoorbeeld... Ja. En gaan jullie dat, geven jullie dat? Ja. Dat vind ik fantastisch. Kijk, dat is nu wat u... Wie heeft dat, die inleiding gegeven hier daar straks? Wie heeft dat woordje gedaan? En u hebt daar... Als u een tekst vastneemt, is er mij één woordje bijgebleven. Dat is gelijkheid. Staat daarin. Dat is wat christenen doen. Maken geen onderscheid tussen mensen. Van welke kleur of ras of van waar zij ook komen, het zijn allemaal onze broers en zussen. En ik ben enorm blij dat er ook in jullie beweging
een welkom is voor moslims. En dat je daar rekening mee houdt en ook dat je daar bereid voor bent van uit respect voor hun overtuiging daar anders voor te koken. Dat is wat christen zijn inhoudt. En dat is ook wat het evangelie van ons vandaag vraagt. Wat heb je voor die anderen gedaan? Niet wat heb ze gaan u op het einde van uw leven niet vragen hoe groot is uw bankrekening en in welk chic huis hebt je gewoond. Dat bent u al lang kwijt tegen dat je daar aan de hemelpoort staat. Daar gaat u alleen maar gevraagd worden. Wat heb je voor die anderen gedaan? En mijn zeer bijzondere aandacht voor al degenen die dat kwetsbaar in het leven staan. Sommige mensen hier in de kerk die lezen af en toe wel eens het parochieblad. En in het parochieblad van deze week staat een bijzonder mooi artikel over Dietrich Bonhoeffer. En ik wil van hem toch eens een citaatje voorlezen. Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen. Ik denk dat daar een enorme wijsheid in zit. En wat er zo opvallend aan is, hij maakt daar geen melding van hoe oud dat je daar moet voor zijn. Of dat je nu jong bent, of je bent 60 of je bent 80, dat maakt niet uit. Het geldt voor elk moment in het leven. Als je wat ouder bent en je wat minder kracht hebt, dan vragen we geen grootse dingen meer. Want de tijd heeft ons geleerd dat het mooie en het schone verscholen zit in het kleinste, het onverwachte, het spontane. Dat is wat ik jullie wou meegeven. Ik wens jullie een bijzonder leuke dag en een aangenaam en vriendelijk een samen zijn met veel vriendschap en met veel liefde. Laten we nu samen onze geloofsbelijdenis uitspreken en wij staan daarvoor recht. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de vrijstelling van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. En leggen wij nu onze verlangens en onze waarden voor in de Heer en bidden wij onze voorbeden. In naam van ons allen zullen enkele kinderen deze voorbeden nu uitspreken. Heer, wij danken u omdat wij bij de Giro zo fijn kunnen spelen. Het is plezant om zoveel vriendjes te hebben. We hopen dat we er nog velen mogen verwelkomen. Laten we bidden. God onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Heer, wij danken u voor de leiding die elke zondag voor ons klaarstaat om ons een onvergetelijke namiddag te bezorgen. We hopen dat we nog vele zondagen lang mogen genieten van dit samen zijn. Laten we bidden. God onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Heer, wij danken u voor Giro als een plaats waar we zowel actief kunnen zijn als ons verhaal kwijt kunnen. Laten we bidden. God onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Als jarenlang Giro-lid bedanken we iedereen die van Giro hun hobby hebben gemaakt. We bewonderen hen voor hun inzet en het geloof in onze werking. Laten we bidden.
God onze Heer, wij bidden u verhoor ons. Ook bidden wij voor al onze dierbare overledenen die ons met het teken van geloof zijn voorgegaan. In deze viering voor Suzanne de Boei en Gerard Verkouteren, voor de echtgenoten Stroobans, Brees en familie, voor de echtgenoten Philips, Tersago en familie. Mogen zij ook nu allen aanzitten aan de feesttafel bij Christus Koning. Laat ons bidden. God onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Als offerandelied nemen we lied nummer 503. Zingt een nieuw lied voor de Heer alle landen. 503. Iemand van de Giro-leiding gaat nu zijn opdracht uitspreken. Toen ik 6 jaar was, wist ik nog niet waar het om draaide. Onschuldig en naïef speelde ik met mijn makkers. De Giro was zoiets als een tweede thuis, maar dan veel groter. En dat bleef zo tot bij de rakkers. We waren jong en we voelden iets van binnen. Het was geen honger. Het was ook geen dorst. Het was iets waardoor ik groter werd, maar wat het was, kon ik niet verzinnen. En plots was ik 14 en begon er iets te branden. Het was geen vuur, het deed geen pijn. Soms was het groot en dan weer klein. De leider zei dat het Giro was, maar ik zei dat hij zijn smoel moest houden. Ja, ik was een stoere man, een echte topper, maar besefte al te goed wat hij bedoelde. Mijn eerste pint, mijn eerste brommer, mijn eerste lief, de smaak van het goede leven, nestelde zich achter mijn gehemelte. En ook in de Giro veranderde er iets. Ik was nu een grote jongen en trachtte volwassen te zijn, maar zo gemakkelijk was dat niet. Een zoektocht naar mezelf, die ene ik tussen die anderen. Sommige vrienden gingen weg, andere kwamen erbij. Maar zij die bleven, wisten dat ze kerel waren. De Giro-microbe had me nu goed te pakken, maar heel diep zat ze nog niet. Er was nog veel dat ik moest leren, maar ik leerde dus leren van anderen. De Giro begon stilaan een betekenis te krijgen. Het was meer dan spelen, het was meer dan zondag. Het was een manier van leven. Ik vroeg mezelf, wat is er aan de hand? En toen was ik aspirant. En dan die ene dag waar ik zo lang op wachtte. De dag waarop ik een stukje Giro werd.
Een dag van vallen en opstaan, nog vers in mijn gedachten. Men noemde mij leider, de grote held. Het is iets waar je voor leeft, had men mij verteld. Ik wist niet of ik het geloven moest, maar stilaan groeide er iets in mij. Ik wist niet wat het was en ik weet nog steeds niet hoe ik het moet noemen, maar één ding weet ik zeker, je raakt het nooit meer kwijt, want alles wat ik hier heb geleerd is voor altijd. Gezegend zijt gij, God, Heer van wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen en u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen en u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Bid dan, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer dit offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van geheel zijn heilige kerk. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij hier samen om u te loven, om u te eren. Wij willen u danken, omdat gij ons ruimte en vrijheid hebt gegeven, liefde en leven, omdat gij onze bondgenoot zijt. Wij willen u danken voor al wat ons leven inhoudt en betekenis geeft. Maar vooral het wonder van de manier en voor het feit dat wij daarin geroepen worden vereerders te zijn van uw schepping. Daarom met alle engelen en heiligen, met allen die reeds leven bij u in uw koninkrijk, loven en prijzen wij u en zingen vol vreugde. Heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de in de naam des Heeren. Hosanna in de ogen. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen, gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen we vergeten, we één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn we u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend dan over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons worden het lichaam en het bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind, en gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook toen ze gegeten had de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.
en verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis, de glorie van zijn hemelvaart. En wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart, sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze kardinaal, aan onze bisschoppen en aan allen die als erders in uw kerk hebt aangesteld. En gedenk u nu goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij onze dank door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Door hem en met hem en in hem. Amen. Zal uw naam verheerlijkt zijn, Heer onze God, Almachtige Vader. Amen. In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in de eeuwigheid. Opstaan en elkaar de hand geven en samen met onze Vader zingen. Laat ons bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. De weg naar de vrede, waarvan we alle dromen, lijkt soms eindeloos. Toch zegt de Heer ons, ik wens jullie vrede toe. Vrede met jezelf, vrede met de anderen,
vrede met God. En ik wens jullie die vrede die een uitstraling is van mijn liefde voor alle mensen. Heer, leg uw vrede in ons hart, opdat wij in uw naam voor elke mens een broer en een zus kunnen zijn. Mogen die Godsvrede altijd zijn met u. En geven wij aan elkaar een teken van de vrede van de Heer. En dat jeugdig volk hier, hey, een beetje instructies. Hey, je kan dat doen met een handdruk, maar jullie zo jeugdig en zo fris, jullie doen dat met een knuffel. Hey? De vrede van de Heer. Wij zijn met u. Ontferm u over ons. Ontferm u over ons. Gelukkig wij allen die nu genodigd worden aan de maaltijd van de Heer. Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat je tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus, bewaren ons een eeuwige leven. Amen. Geen mens weet hoe het worden zal, maar één ding dat weet iedereen, je kunt het niet alleen. Dus zullen wij er samen iets van moeten maken, de wereld is een mooi maar werkelijk ding. Dus zullen we er samen iets van moeten maken, hey, 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 kom maar in de kring. We praten zus, we praten zo, we roepen ach en weet niet o, haar maar er goed verstaan, dan doe je er iets aan. Dus zullen we er samen iets van moeten maken, de wereld is zo'n mooi werkelijk ding. Dus zullen we er samen iets van moeten maken, hé 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 hé, kom maar in de kring. Ze is toch iets meer dan waar. Dat heeft het mis. Dus zullen wij het samen iets van moeten maken. De wereld is zo'n mooi maar werkelijk ding. Dus zullen we er samen iets van moeten maken. Hé, 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 kom maar in de kring. Laten we geloven in de liefde tussen mensen, als basis voor relaties. Als basis voor samen wijk en wereld maken. Onvoorwaardelijke liefde, oneindig. Laten we geloven in engagement en gedrevenheid. Laten we hopen en vertrouwen dat wat we doen zin heeft. Dat het leidt tot een fijnere, leukere, solidaire, betere wereld. Eindeloze bezieling, steun en durf. Laten we geloven in mensen als inspiratie en als motivatie. Mensen die zoveel engagement en liefde tonen, dat inzet hun leven kleurt. Hun liefde gedeeld wordt met velen. Grenzeloze inspiratie, consequente inzet. Laten wij dan bidden. God van mensen, wij danken u voor Jezus, uw Zoon, koning in dienstbaarheid. Niet voor zichzelf heeft hij geleefd, maar hij wist zich geroepen om anderen te redden. Wij bidden u dat wij zijn voorbeeld nooit vergeten
en dat wij ons zijn wijze van leven steeds voor ogen houden. Dan worden wij ooit verenigd met hem die nu leeft en eerst met u tot in de eeuwigheid. Amen. En willen we nu recht staan voor Gods zegen en zending. Goede vrienden, mogen wij dit feest van Christus Koning afsluiten met het liturgisch jaar. Tegelijk ook een jaar waarin de evangelist Matthäus onze voorganger was. Vanaf volgende week zullen we een nieuwe liturgisch jaar aanvangen. En uit het evangelie van Marcus. Mogen de woorden van dit boek vlees en bloed worden in ons leven. God die jaar in jaar uit met ons meegaat, hij zegene ons in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En gaan we dan allen heen in vrede. Wij danken God. Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal. Wij groeten u en wensen ieder kind gul onthaal. Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal. Wij groeten u, wensen ieder kind een gul onthaal. Een wereld vol de kleine mensen, waar zijn wij nu toch aanbeland? Die roeien met hun grote wensen de nummers van het eenmansland. Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal. Wij groeten u en wensen ieder kind gul onthaal. Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal. Wij groeten u en wensen ieder kind een gul onthaal. Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal. Wij groeten u en wensen ieder kind een gul onthaal. Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal. Wij groeten u en wensen ieder kind een gul onthaal.